Verschillende bonden zijn nu onderhandeling met niet alleen het parlement over de personeelswet. Er moeten wat nadere wijzigingen worden aangebracht. Col, voorzitter Blanker, die is er niet te spreken over de manier hoe zaken zich nu afspelen. Zijn afkeur, dat heeft hij vandaag duidelijk naar voren gebracht op een persconferentie welke hij daar hield. We voeren u naar Col, voorzitter, de heer Blanker, die ingaat op de zaken welke nu zich afspelen rond de nadere wijziging van de personeelswet. 26 juli 2022 met de president overeenkomstbereik over onder andere de instelling van een gemengde commissie operationalisering pensioenfonds. En wij hebben toen op 27 juli de president onze voordracht gedaan. Van twee mensen, zoals afgesproken, die in die commissie zouden zitten. Vanaf 27 juli, die brief is hier voor het geval u dat wil. Ja? Vanaf 27 juli hebben we nooit meer iets van de president op dit stuk gehoord. Overigens zijn er ook andere zaken waarbij de president de call in de steek laat. Afgesproken was ook bouwkavels. We moesten lijst indienen, bouwkavels van de landsdienaren. Ook daarover hebben we niets gehoord. Maar laten we bouwkavels even parkeren, anders gaan we verwarring hebben. U mag een andere keer daarover praten. We hebben dus niets gehoord van die commissie. Intussen staat in die conceptwet, in dat die wet staat, wijziging van de personeelswet. En in een artikel wordt daarover gesproken, over ambtenarenpensioenfonds, over de voortijdige dienstbeëindiging. Wel nu, wanneer de president wil dat wij als Col, als landsdienaren, als gemeenschap hem serieus nemen, dan moet hij gezag afdwingen. Maar hij kan niet buiten ons om in het geheim sluipen naar DNA en proberen om, hoe minim dat artikel ook is, te wijzigen. Omdat dit artikel deel uitmaakt, zou de werkzaamheden van die commissie soms moeten worden ingesteld. En mensen, laat mij u meegeven dat op dit stuk, want u zal denken van achter de klets, op dit stuk zijn er ook inzichten over verruiming van de diensttijd. Wat bedoelt u, meneer Blanker, voordat u meneer, vraag stelt? Wat bedoelt u? Ik weet niet, als u ervan op de hoogte bent, dat men ook sprak over verruiming van de diensttijd van 65 naar 67 jaar. Er is een beweging die zegt nee. Want je komt aan de carrière van de mensen achtervolgen. Die mensen gaan verstopping veroorzaken. Tegelijkertijd is het argument ook van, je kan beide dingen doen. Je kan die mensen die al 65 jaar oud zijn, die kan je outsourcen in die zin dat ze in het systeem blijven, althans dat ze je blijven adviseren, maar dat ze in het systeem blijven terwijl die doorgroei kan plaatsvinden. Intussen is die discussie van verjonging van de leeftijd, van de verlaging van 65 jaar, om de mensen vervroegd met pensioen te kunnen sturen. Dus beide kan. En de call is voorstander van beide. Alleen we zijn verder tegenstander van occasionele van arbitrage. En wat hier speelt is een poging tot arbitrair handelen. Dat wil zeggen, names and faces, friends and family. Een personeelswet die heeft gewerkt, die heeft gefunctioneerd, functioneert nog steeds. En dat wil niet zeggen dat het niet aan verandering onderhevig is. Natuurlijk, als we modern zijn, moeten we akkoord gaan daarmee. Maar dat moet je niet doen om partijpolitieke redenen. En nog gekker weer zeggen, maar ik ben een blanke roepen weer in partijpolitiek, omdat dit ding nooit gaat werken zoals ze nu willen. Als je het bespreekt met de betrokken partijen, dan kunnen we voorwaarden afspreken. En neemt u van mij aan, u zult het weten, als u Blanker kent,
anders zeggen, ja, u kent Blanker en u heeft de positie, is Blanker elke dag op je deur. Dat e, met je slag, je bang aan elke dag Blanker komt, te eet jouw roko. Maar dat kan, want heeft je slag, voor jaar geleden. Dus mensen, het lijkt lange beren, maar wij zijn van mening dat je deze zaken goed moet doorspreken. Dan gaat u zeggen, ja, maar Binnenlandse Zaken is toch ook al zo lang bezig? Zeg ik, ja, Binnenlandse Zaken is lang bezig. Daarom juist hadden ze ons moeten uitnodigen. Omdat ze zo lang bezig zijn. En ten aanzien van de andere punten, namelijk, een van die artikelen praat over registratie, moet komen, moet geregistreerd. Dat artikel is één, en twee, dat artikel is mensen kunnen ontslaan, no? Voortijdig met pensioen kunnen sturen, voortijdig uit de dienst moeten kunnen laten gaan. Wij weten niet of het goed is of niet. Laat me zo zeggen, wij als call vinden dat het niet goed is. Maar we willen dat met onze achterban, want misschien overzien wij iets. We willen onze achterban de kans geven, we willen de gemeenschap de kans geven om in te komen. Dus, toen wij op die 22 december, onszelf hebben uitgenodigd, meneer Ganesh, we hebben onszelf uitgenodigd die bespreking, en heeft men gezegd dat het een missie was, een fout was, dat men vergeten was de call uit te doen, dat we welkom waren. We zijn gebleven samen met CLO, ook C70 was erbij en de Vals was erbij. En alle partijen hebben gezegd, je kan, die zaak is te belangrijk om ons binnen één dag uit te nodigen, één, en twee, om een reactie van ons te verwachten. Met name CLO en Call hebben toen gezegd van, wij gaan geen reactie geven, wij willen de achterban. De call heeft het uitgewerkt om te zeggen van, als je serieus bent, als je serieus bent, geef ons de ruimte, als je onze mening wil hebben, geef ons de ruimte om met de achterban te praten. Ik weet niet, als wij toen als call gezegd hebben een maand, maar dat hadden we wel in onze mind. Ik weet niet als ik dat heb uitgesproken. Maar een maand lijkt mij ruimschool voldoende om inderdaad zaken op gang te brengen. Om voor de feedback. We zijn met die understanding van tafel gegaan op 22 december. Weliswaar in de marge, dus na die bespreking, direct daarna, die zei de commissie, de voorzitter, de heer Carto, die zei van, hey, jullie moeten snel reageren. Ik zeg, wij gaan niet reageren. Ik heb nog de grap gemaakt met mevrouw Rabdien van, mi na kerfloot mi wani. Ja, 22 december, dat kerfloot heb je mi. Ze lachte en ze zegt van, ik kan kiezen kerfloot. Ja, ik ga daar niet wat dieper op in. Maar in elk geval, toen ik binnenkwam van die bespreking, toen kreeg ik een telefoontje van collega Paul van CLO van, hé, hey, Mickey, zo'n uitnodiging, ja, dat Asani, nee, ik jok. Ja, toen Mickey zo inderdaad, dat we moest reageren voor 28 december. Kijk, laten we wel zeggen. Tot en met dit moment had de call nog een beetje geloofd in DNA. We denken dat als we uitgaan van de drie machten, wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht, dan denken we dat in elk geval de rechtelijke macht uitstraalt, wil uitstralen, dat ze zelfstandig is. En wij denken dat dit de gelegenheid is voor DNA, voor ons, om aan te tonen dat zij zelfstandig functioneert ten opzichte van de regering. Zij heeft uitgenodigd de DNA. Vergeet even dat ze vergeten waren, we zijn daar. En als wij aangeven
van je hebt ons niet betrokken, de regering heeft ons niet betrokken, dan zou een goede DNA moeten zeggen van de regering, ik stuur dat stuk terug, ga met die banden praten. Omdat het is geen product van DNA, het is een wens van de regering. En DNA moet nagaan als die wens legitiem is. Als die wens professioneel wordt uitgevoerd. En dan blijkt hier dat men de gemeenschap heeft gebypast. De laatste daar gemeenschap heeft gebypast. Dus wij, ik heb u gezegd, op een gegeven moment worden we, terwijl we op 27 december schrijven, wil ik u helpen? 22 krijgen we die opdracht van het DNA. Krijgen we 23 om voor 28 te reageren. Vrijdag is 22 krijgen we die opdracht. Vrijdag is 23. Amangana is de bezig bij Kerkbroedjara, 23. 24, Amandaga heb TV en bij Versierselen. 25, Amenja Doxie. Met andere woorden, we verkeerden als gelukkig, dit is een van de feesten die we echt gemeenschappelijk vieren. Je bent niet in staat, zelfs als zouden wij willen, de achterban zou zeggen, tak jong, ja, la willen. De vraag is, waar was president Satoki Sabedu? Abe Oroko? Tegen me, Abe Oroko. Abe dat kabinet? Nee. Alle mannen bezig naar een kers. Toch kwam ik presentering om op 27 een brief te schrijven waarin we aangeven van luister. Ah, nou ook al. We redden het niet.